Dag, het is even geleden dat ik op YouTube iets heb opgenomen of zo. Dus weer een vlog. Ik voel me wat fitter, wat relaxter, wat rustiger, wat beterder. Mijn stem gaat er iets beter mee en met mijn keel ook. En vandaag ga ik een kijkje in mijn zeekamer zien. Dit is mijn bed, hier slaap ik dus. In het weekend. Foto's. Kleren. Oh, vrienden, mijn petten vallen. Oh jongens, ik heb veel te veel petten. Ik heb veel te veel petten, zoals ik al zei. Mijn baseball petjes bij me. Don Lux. Camping spullen. Zeespullen. De rest ben ik gelijk druk met mijn ding en ik ben nou een weekendje bij mijn ouders. Tot morgen ga ik weer werken. En dan morgen komen er weer filmpjes weer toe van beatbox. Ik had nou een break, had ik even nodig voor mezelf. En ik ben ook begonnen met vloggen. Ja, niet heel veel. Niet echt twee per dag of zo, maar wel een paar keer in de week. Ik vind het wel leuk om te vloggen, ik heb het ook ontdekt. Dus ik hoop dat ik veel kijkcijfers krijg voor abonnees. Maar ik ga YouTube... beatboxen en vloggen ga ik in één doen, dus af en toe vloggen, af en toe je beatboxen. Voor de rest is het niet zo heel mooi weer buiten. Ja, het is droog en nat. Voor de rest heb ik een prima weekend gehad tot nu toe. Lekker relaxed met familie en vrienden en zo. Lekker gechilled bij gepraat en zo. En ik heb jullie hulp nodig. Ik wil namelijk inspiratie krijgen voor beatbox. Ik wil nieuwe geluidjes gaan trainen, nieuwe muziekjes gaan trainen. Maar we hebben hier misschien een suggestie of wat voor nummer ik kan beatboxen of wat voor remixjes ik kan maken. Zoiets of. Of zoiets. In ieder geval beatbox. Dan zijn jullie van harte welkom. Dit is een hele oude foto van mij. Deze. Want dat is, toen was ik heel jong. Toen ik nog zo'n heel groot kapsel. Tegenwoordig heb ik een nieuwe kapsel. Petje doen, kun je het beter zien. Dit is mijn nieuwe kapsel. Ziet er ook netjes uit. Dat boeit allemaal niet. Ook gewoon dat het zonnig is. Ik heb een petje op, ik wil cool zijn, ik wil hiphopper zijn. Yo! Voor de rest. Ga ik van de week jullie ook meer laten horen over beatbox en de geschiedenis daarin. Ik heb een rommelige kamer, dus ik moet nodig een keer opruimen. Voor de rest heb ik nog iets te melden. Een vriend van mij is ook begonnen met vloggen en YouTube. Al een hele poos. Hessel Abers heet hij. Grote vriend van mij. Skype ook elke week, vindt hij ook heel leuk. Ik luister heel veel radio, dat boeit allemaal niet. Heel wat me boeit zijn beatbox en YouTube. Tot slot hoop ik morgen weer te beginnen met beatboxen. Morgenavond weer, morgen moet ik werken overdags. En ik hoop een nieuwe geluid te tonen. Dus ik check jullie later. Een fijne zondag allemaal en tot morgen. Joep.